Vandaag is de dag van de scheiding. Ja, met een baret op zie je geen scheiding. Of zouden ze andere scheiding bedoelen? Nou ja, laten we maar gewoon gaan tekenen. Laten we eens beginnen met een haarscheiding. Hoe teken je dat? Doe je mee? Ja, hoe teken je nou een scheiding? We hebben laatst trouwerij gehad natuurlijk. En heel veel huwelijken houden niet stand en dan heb je een scheiding. Hoe kan je dat nou het beste tekenen? Nou ja, je kan natuurlijk inderdaad een hart tekenen. En ja, dat hart is gebroken. Dan heb je een scheiding. En zo wordt dat heel vaak uitgebeeld ook als je kijkt naar scheiding. Een gebroken hart. Soms ook een papiertje met een man en een vrouw erop waar een scheur in zit. Maar tegenwoordig hoeft dat niet meer een man en een vrouw te zijn. Er kunnen ook twee mannen zijn die uit elkaar gaan. Of twee vrouwen die uit elkaar gaan. Vaak is een kind de dupe. Dat is dan heel erg jammer. En dat vind ik, dat zie je toch heel vaak. Dat een kind daar de dupe van is. Van zo'n scheiding. En ik denk, ja, los het dan op. Maar goed, wie ben ik? Ik heb daar niks over te vertellen. Je moet dat zelf zien op te lossen. En soms is het gewoon ook beter om uit elkaar te rennen. Als dat echt niet kan en echt niet gaat. Alleen zo'n vechtscheiding, dat snap ik vaak dan weer niet. Maar goed, we hebben natuurlijk nog andere scheidingen ook. Wat dacht je bijvoorbeeld van een haarscheiding? Nou, hoe teken ik dat vaak? En dan doe ik zo, dan begin ik de bovenkant van het hoofd en dan aan de andere kant het andere haar. En dan heb je gelijk hier die scheiding. Hoe loopt dat haar dan? Het kan alle kanten nog op. Kijk, en dan heb je hier gelijk een lichtval erop. Maar goed. Het is wel een heel raar gezicht, hè? Dan begon ik ook met de scheiding. En normaal begin ik eerst met het gezicht. Wat kan je nog meer hebben? Laat ik gewoon eens even eerst een poppetje tekenen. Kijk, zo'n scheiding kan namelijk ook, hè? Die scheiding hoeft niet in het midden te zitten. Het kan ook zo. En dan zit hier de scheiding. Scheiding. Soms zie je de scheiding ook niet, maar ik weet eigenlijk niet zoveel meer te verzinnen bij een scheiding. Ja, sommige mensen hebben natuurlijk een hele brede scheiding. Hè? Dat kunnen we nog wel even tekenen. Ze zo'n een poepje hebben. Kijk, deze meneer die heeft een hele brede scheiding. Die is gewoon dit hele stuk is scheiding, hè. Een brilletje op. Zo. Helemaal verbaasd over zijn scheiding. Hij noemde dat namelijk zelf niet zo. Goed. Probeer zelf iets te verzinnen met een scheiding. Misschien zijn er nog andere dingen op andere manieren om dat uit te beelden. Ik kom daar verder even niet op. Maar probeer het en zoek zelf iets. En dan zie ik jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.